Ja, goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe reeks webinars. Die ik samen met Startel mag organiseren. Het afgelopen half jaar, of de eerste helft van dit jaar, heb ik een aantal webinars gedaan. En ja, dat was eigenlijk wel een succes. Dus we hebben besloten om, om nog maar een, een nieuwe serie te maken. Dus we hebben er vier gepland voor dit jaar, tot en met het eind van dit jaar. En ja, als het weer een succes is, dan proberen we het begin volgend jaar weer te plannen. Ik probeer wel wat, uh, wat andere onderwerpen ook uh, bij de horens te pakken. Zodat ook uh, ja, andere sprekers aan, uh, aan bod komen. En het niet altijd over exchange en exchange online gaat en dergelijke. Want er is natuurlijk nog veel meer uh, dan alleen dit. En uh, vandaag wil ik het uh, hebben over uh, ja, Microsoft. Microsoft Office 365 en uh, basic authentication. Microsoft heeft natuurlijk aangegeven van. Uh, ja, daar gaan we mee stoppen. Dat hebben ze natuurlijk een tijd geleden al aangegeven. En. Um, ja, vanwege de corona heeft dat een tijd stilgelegen. Maar nu begint het er toch weer te spelen. En eigenlijk is dat toch wel een heel belangrijk ding. Want als je daar niet voldoende aandacht aan besteedt, dan ga je op een gegeven moment meemaken dat uh, ja, toch een aantal mensen niet meer fatsoenlijk kunnen werken. En dat zou natuurlijk heel naar zijn. Dus daar wil ik even wat aandacht aan besteden vandaag. Nou, de agenda van vandaag is: uh, we hebben natuurlijk eerst een, een voorstelrondje. Um, Klein rondje, want ik ben de enige die me voor kan stellen natuurlijk. Uh, dan wil ik wat vertellen over Basic Authentication. Dan gaan we naar Modern Authentication en How to Move to Modern Authentication. En als laatste heb ik ook nog iets over Hybrid Modern Authentication. De laatste variant. Nou, ik ben uh, Jaap Peselis, een fotootje van even geleden. Uh, ik ben ZZP'er, uh, messaging consultant. Ik hou me alleen maar bezig. Of voornamelijk bezig eigenlijk met, uh, met messaging oplossingen. Of Exchange uh, Office 365. Als er een keer wat anders gemigreerd moet worden naar Office 365 toe, dan, uh, dan vind ik dat ook uh, niet heel erg. Ik doe natuurlijk voornamelijk Exchange Office 365 werkzaamheden. Maar ik moet ook wel zeggen, ik ben nu bezig met een, uh, ja, een project waarbij we private cloud dingen aan het, uh, aan het doen zijn. En dat is natuurlijk ook heel leuk om te doen. Daarnaast ben ik auteur, blogger, uh, spreker. Dit soort uh, evenementen vind ik altijd gewoon leuk om, uh, om te doen. Ik ben 54 jaar, getrouwd, drie grote zonen. En uh, daarnaast ben ik uh, motorrijder. Voor degenen die uh, andere motorrijders die lid zijn van de Motorrijders Actiegroep. Ik sta in de huidige um, versie van het uh, van magazine, het uh, tijdschrift van de, van de mag. Ik doe dit samen met, uh, met Startel. Startel is gevestigd. In drachten. Uh, misschien kennen een aantal mensen nog van een uh, aantal jaren geleden toen ze nog in, uh, in de sterrenwacht in Rode zaten. Maar die zijn uh, verhuisd naar drachten. Um, inmiddels 23 jaar de IT-opleider en geaccrediteerd opleider van uh, ja, een aantal verschillende partners. Microsoft, Linux-opleidingen, Miele 2, noem het maar op. En daarnaast de initiatiefnemer van uh, het IT-talentprogramma. En uh, ja, ik zei het links al bij, uh, bij de vierde bullet. Ik ben uh, natuurlijk ook auteur en uh, ja, ik ben toch wel blij dat het eindelijk gelukt is. Samen met, uh, met Michel de Rooij heb ik een boek geschreven over uh, Exchange 2019 met wat zijstappen naar uh, Exchange 2016. En uh, ja, ik had nog gehoopt mogelijk wat uh, te kunnen zeggen over, uh, over Exchange vNext. Dat was eigenlijk ook de bedoeling om, uh, om vandaag daar uh, wat over te gaan vertellen. Maar ja, het blijft akelig stil van, uh, van de kant van Microsoft. Dus daar is uh, er is nog weinig van bekend. Er is wel wat bekend over uh, SharePoint. SharePoint Subscription Edition, zoals we dat het nu noemen. En mijn gevoel zegt me maar dat dit ook wel een beetje die kant op gaat. Maar ja, daar kan ik formeel eigenlijk nog niks van zeggen. Informeel ook niet, want ik weet het ook gewoon niet. Nou, wat hebben we dan verder nog? Uh, nog dingen? Ik wil even terugkomen op een aantal zaken. Uh, Microsoft heeft uh, eergisteren Exchange 2016 CU22 en 2019 CU11 uh, gereleased. En er zit een nieuwe service in, een nieuwe feature. De Exchange Emergency Mitigation Service... EAMS. En uh, ja dat is een service waarbij ze gewoon een, uh, ja, een aantal dingen in de gaten kunnen houden. Dat uh, betekent wel dat er een aantal nieuwe prerequisites uh, gaan zijn. En je moet bijvoorbeeld de IES Rewrite-module uh, uh, installeren. Je moet een connectie hebben met, uh, met Microsoft. Uh, er zit ook een telemetry-service telemetry op. Dat voor de EEMS dat die data, als je dat, daar toestemming voor geeft, natuurlijk, data naar Microsoft kan, uh, kan uploaden. Over, uh, over die hele service en omgekeerd Microsoft is ook in staat om bijvoorbeeld rules te downloaden naar jouw exchange server toe mochten daar kritische events plaatsvinden. Dat uh, is standaard enabled, maar je kan natuurlijk wel uh, enabelen. Het is wel een punt waarbij je ook met de security officer even moet gaan praten van joh, vinden wij goed als dat uh, gebeurt? Want ik zie security officers al in de, in de hoogste boom klimmen eigenlijk. Uh, ook nieuw in het, uh, ja, in, het, uh, in het message center afgelopen week, uh, vanaf 1 november, dat is eigenlijk al over vier weken, uh, gaat alleen Outlook 2013 SP1 en hoger nog kunnen connecteren naar Office 365 of Exchange Online. Dat betekent dus als jij uh, nog een, uh, een Outlook 2010 client hebt, ja, dat toch wel vervelend wordt. Die gaat dus gewoon stoppen met werken. Een klein berichtje, ik zag het toevallig voorbij komen. In, vanuit het message center, die worden gewoon in mijn admin mailbox uh, afgeleverd. Maar dat is wel een puntje. Een ander mailtje wat ik daar kreeg, is dat het klassieke admin center in Office 365, of het Exchange Admin Center, gaat verdwijnen per 1 september 2022. Hij nou, is dat op zich ook niet heel erg natuurlijk, maar um, ja, als je net als ik een beetje uh, volhardend bent en van het oude houdt, zeg maar, dan, uh, dan is dat toch wel een dingetje. Ehm. Um, er is ook nog heel veel ouwe hoer geweest over een artikel. wat door Quadricore is, uh, is geschreven vorige week. Autodiscover in the Great Lake. waarbij ze zeggen dat daar credentials, credentials kunnen lekken via Autodiscover. Nou, dat is een heel vaag verhaal. Het is ook gebaseerd eigenlijk op een, een bekend issue uit, uit 2017, ja. uh, waar eigenlijk deze onderzoeker verder op uh, borduurt. Nou, die heeft dat uh, gepubliceerd. Um, maar zijn verhaal rammelt wel. Het zit, zit een beetje raar in elkaar. Um, ik wil niet zeggen dat het, dat het flauwekul is, zo verre van dat. En ik vind dat je elke security melding ook gewoon serieus moet nemen. Maar zijn verhaal rammelt gewoon. En we kunnen niet goed de vinger erachter krijgen van wat er, wat er nou aan de hand is. En als je hem probeert te benaderen, dan, dan krijg je ook ja, geen antwoord of je krijgt hele vage antwoorden. En er wordt eigenlijk alleen maar naar Microsoft gewezen dat ze daar niks mee, uh, mee doen. Het rare van het hele verhaal wel is dat een aantal dagen nadat het dit gepubliceerd is, ja, kwam er opeens een persbericht dat uh, Quarticore is overgenomen door uh, Akamai. Dus, ja, ben niet zo van de theorieën zeg maar, maar het is eigenlijk gewoon een beetje te toevallig. Dus, ja, dat gezegd hebben, hè? dan gaan we naar uh, Basic Authentication. En uh, ja, wat ik net ook al zei, Microsoft heeft natuurlijk eerder al aangegeven in september 2019 dat ze gaan starten met uh, ja, het disabelen van basic authentication. En de reden daarvan eigenlijk is om de, ja, de beveiliging te verbeteren en extra beveiligingsfeatures beschikbaar te kunnen maken. Het is natuurlijk wel een dingetje, want uh, ja, het gaat wel impact, op, impact hebben op, uh, op gebruikers. Uh, Outlook loopt in principe uh, natuurlijk wel door. Nou, ik heb net al gezegd, Outlook 2010 gaat sowieso stoppen. Nieuwere clients lopen wel door. Maar ja, er zijn natuurlijk nog veel meer clients die, uh, die ook gebruik maken van Exchange. En uh, waar het wel een rol kan gaan spelen. En dat kan potentieel natuurlijk best een bult werk opleveren. Nou, Basic Authentication, dat is uh, een van de oudste hoe heet het? Ja, manieren om, uh, om te kunnen authenticeren. Je gaat naar uh, een webserver toe of een Exchange server, een Client Access server. En. Um, je vult je gebruikersnaam in en je wachtwoord. Er wordt een cleartext gewoon over de lijn ingestuurd. En uh, ja, je bent binnen. Nou, dat wordt beveiligd door middel uh, van SSL: dat de pijp tussen, uh, tussen de client en de server, in dit geval exchange, natuurlijk wel, uh, wel encrypted is. Maar toch, uh, het is een vrij simpel ding. Uh, voor iedere uh, ding waarvoor je naar de server moet, uh, worden opnieuw die credentials uh, over en weer gestuurd. Dus uh, ja, het is niet echt heel fijn. Het werkt wel voor alle clients, protocollen, hoe simpel, hoe eenvoudig het natuurlijk ook, ook zijn. Het werkt gewoon overal. Dus uh, ja, je hebt de browser, Outlook, ActiveSync, Web Services, Autodiscover, IMAP, e POP. Uh, PowerShell, maar bijvoorbeeld ook third-party uh, applicaties, ja, die maken hier natuurlijk ook gewoon gebruik van. Nou, on-premises is dat natuurlijk gewoon geen enkel uh, probleem, maar voor, ja, voor een cloud-service kan dat natuurlijk gewoon heel anders zijn. In principe, het principe is natuurlijk voor uh, Exchange on-premises natuurlijk gewoon helemaal gelijk, um, alleen ja, daar heb je natuurlijk je Exchange server en, uh, en Active Directory als je identity provider. Maar in principe is het, uh, is het hetzelfde. Nou, basic authentication is gewoon een eenvoudig ding, werkt altijd, maar het is gewoon niet veilig. Um, je kan vrij eenvoudig brute force attacks of password spray attacks uh, erop loslaten. Um, ja, om, um, om proberen binnen te komen en zeker als je natuurlijk eenvoudige wachtwoorden hebt, um, is dat vrij snel uh, gebeurd. En in het geval van, van Office 365, de hele wereld, het is natuurlijk voor een hacker natuurlijk heel makkelijk, omdat de hele wereld natuurlijk één URL gebruikt, is dus outlook.office.com en ja, Waar je ook bent en uh, waar je klant ook zit of, of je bedrijf, Ik bedoel je, kan overal via deze URL natuurlijk op een of andere manier naar binnen. Om het uh, feest nog completer te maken, gebruikers hebben natuurlijk de eigenschap om overal hun uh, e-mailadres achter te laten. Nou, met Exchange Online is het natuurlijk je, je username, je UPN vaak uh, gelijk aan je e-mailadres. Uh, Paaswoorden zijn hier en daar natuurlijk ook nog wel eens een keer uh, gekraakt. En de username- paswoordlijsten die zijn gewoon beschikbaar op het, uh, op het dark web. Nou, en op het moment dat je die hebt, dan, uh, dan kan je natuurlijk in principe gaan, uh, gaan proberen. Heb je niet die wachtwoorden, dan kan je gewoon met een passwordspray tag gewoon gaan zitten kijken. En uh, ja, OA, POP3, IMAP4, die zijn echt super eenvoudig te scripten. Je hebt dat niet in de gaten, maar het is natuurlijk wel zo. En uh, als je op een gegeven moment gaat zitten kijken, dan ga je ook zien met name IMAP4, dat daar de godzalse dag aan de deur wordt geklopt uh, ja, door, uh, door, door scriptjes waarschijnlijk, die vanaf de hele wereld natuurlijk proberen uh, ja, in te loggen. En dan krijg je dit soort, uh, dit soort dingen. Dat heb ik vorig jaar een keertje gemaakt. Nou, dit was dan uh, bij een klant die weliswaar meerdere vestigingen had, maar zeker niet in, uh, in Thailand of in uh, Nieuw-Caledonia. Dus dit zijn allemaal, uh, ja, false attempts. Mensen die proberen op de een of andere manier binnen te komen. En dat is natuurlijk een van de nadelen van, uh, van Basic Authentication. Nou, wat hebben we daar natuurlijk allemaal voor uitdagingen? We hebben sowieso natuurlijk oudere auto-clients. Maar dat probleem lost natuurlijk zichzelf uh, binnenkort op. Daarnaast Basic Authentication heb je helemaal geen... Extra features, dus bijvoorbeeld modern uh, of modern um, multifactor authentication is gewoon niet mogelijk via uh, of in combinatie met basic authentication. Oudere mobiele clients is ook een uitdaging voor wat betreft basic uh, authentication. Ik ken bedrijven die, uh, die hebben een vrij strakke policy die gewoon zeggen van oké, okay, nou dit is jouw, uh, jouw telefoon. Um, of jouw mobiele device. Uh, dit is de mailclient die, die je gaat gebruiken. Maar aan de andere kant ken ik ook mensen die al zeggen: van, nou, hier heb je een telefoon, of die hun eigen telefoon meenemen. en daar zelf uh, apps op kunnen installeren om, om een mail te kunnen lezen. En dan met name als het gaat over, uh, over Android, uh, de, de native mail-app daar. Ja, ik weet niet hoe het de afgelopen paar maanden is, maar. Um, dat was alleen basic authentication. En je moest echt bewust voor een andere app gaan kiezen. om, uh, om daar modern authentication met OAuth te kunnen doen. Dus dat is natuurlijk wel een probleem. Uh, iOS daarentegen, ja, die doet basic authentication tot iOS 11. Nou, inmiddels zitten we al bijna op iOS 15. Dus de, de native client gaat wat dat betreft. Uh, gaat dat wel goed. Pop 3, IMAP e uh, 4 clients. Uh, daar lopen er natuurlijk ook duizenden van rond en uh, ja een groot gedeelte kan daar ook gewoon helemaal geen modern authentication mee doen. Een andere uitdaging is third-party applications. Um, die kunnen heel vaak nog geen uh, modern authentication aan, dus gewoon standaard basic authentication. En dat is on-premise geen probleem. Uh, dat wordt al een probleem op het moment dat je in een hybride omgeving zit. Ik heb ook klanten die dus uh, met een aantal mailboxen on-premise moeten blijven omdat hun applicaties die zij van andere partijen afnemen gewoon nog niet klaar zijn om naar uh, Exchange online te gaan. Een uitzondering daarentegen is uh, SMTP Authentication. Um, daar gaat basic authentication op termijn wel verdwijnen, maar niet op hele korte termijn. Dus Microsoft zegt van ja, 1 oktober volgend jaar, dan stoppen we met alle basic authentication, maar SMTP Auth is een, is een uitzondering daarop. De opvolger is dan Modern Authentication, dat is geïntroduceerd in Outlook 2013. En uh, modern authentication is eigenlijk een combinatie van uh, ja, authenticatie, autorisatie en uh, conditional access policies. Waarmee je de boel uh, ja, een stuk veiliger kan zetten. Authenticatie kan bijvoorbeeld door middel van uh, multi-factor authentication. Dus ik heb mijn use in één wachtwoord gecombineerd met. Iets wat ik weet en wat ik heb. Dus bijvoorbeeld een uh, authentication uh, app op de telefoon of een sms of iets dergelijks. Uh, Smartcard authentication, certificate-based authentication. Wat natuurlijk bijvoorbeeld weer heel handig kan zijn als je met PowerShell-scripts uh, aan de slag gaat. Daarnaast uh, autorisatie, OAuth, voor bijvoorbeeld het geven van rechten, het uh, toekennen van applicaties en dergelijke die bij jouw omgeving kunnen komen. En conditional access policies, waarmee je heel gericht. Toegang kan geven tot jouw omgeving. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen: Nou, al mijn clients komen bijvoorbeeld alleen uit Nederland. En, uh, of alleen uit, uh, uit Europa. Alleen uit Nederland is het natuurlijk een beetje lastig als mensen op vakantie gaan. Maar bijvoorbeeld alleen uit Europa. Dus als iemand zou proberen om vanuit uh, ver weg is dan een verbinding op te zetten, dan gaat dat natuurlijk al niet werken. Um, sowieso is, ik heb dat al eerder ook gezegd, MFA natuurlijk ook wel een, uh, een, een, een vereiste. Omdat als dan mogelijk je username wachtwoord gekraakt is op de een of andere manier. Uh, in ieder geval je dan de tweede factor nodig hebt om toch nog binnen te kunnen komen. En de bad guy heeft die, die meestal niet. Modern Authentication is gebaseerd op, uh, op tokens, bijvoorbeeld net als met, uh, met ADFS. En we hebben twee soorten token: we hebben een Access token en een refresh token. Daar kom ik zo even op terug. Zo'n token wordt opgevraagd door een stukje client-side code of app, wat bijvoorbeeld in Outlook zit. En wat met Office 365 en Azure AD praat om die tokens op te vragen. En als je bijvoorbeeld third-party applications, ja, die zullen dus zelf door middel van zo'n framework ook iets moeten schrijven om die tokens op te kunnen vragen. Het heeft eigenlijk wel iets weg van ADFS. Dus als ik bijvoorbeeld aan de linkerkant heb ik dan uh, zo'n client, die gaat dan naar, uh, naar Office 365 toe. Nou, die wordt standaard uh, denied. Dan gaat hij naar Azure Active Directory toe. Daar gaat hij kijken van oké, okay, nou hoe ziet mijn domeinnaam eruit? Is dat een federated domein of juist niet? En uh, dat noemen ze dan de Home Realm Discovery. Uh, heb ik een federated omgeving, dan gaat hij door naar mijn uh, ADFS-omgeving. Nou, dan krijg ik een token. Heb ik dat niet, dan wordt dit gedeelte natuurlijk overgeslagen. En dan krijg ik het token direct terug van Azure Active Directory. Met dat token kan ik dan op een gegeven moment naar, naar Office 365 gaan. En uh, heb ik dus toegang tot, uh, tot mijn mail of tot. De portal of tot SharePoint of alles wat daar achter hangt. En dat is natuurlijk op zich wel interessant. Want ik kan met dat token een single sign-on doen. En alles wat ik geconfigureerd heb in Azure Active Directory. Kan ik met datzelfde token naartoe. Dus als ik bijvoorbeeld een, uh, een applicatie heb. Waarmee ik, uh, ik zeg maar wat... Uh, Braindums kan maken of zoiets. Of certificaten kan aanvragen. En ik heb dat zo geconfigureerd dat hij gebruik kan maken van SGR-AD. Dus door middel van federatie. Ja, dan kan ik gewoon met mezelf de username en wachtwoord dus naar binnen. En als ik dan een PC heb. die ook nog eens een keer SGR-AD joint is. Zoals bij een machine. Hier, dan ochtends log ik in. Ik doe mijn code in. Ik krijg een token. En met dat token kan ik overal naar binnen, waar ik gewoon toestemming heb. En dat is natuurlijk wel heel erg handig. Zo heb ik in ieder geval veel minder inlogpogingen. Nou, dan kijk ik de info. Nou, Op een gegeven moment zo'n token, zo'n Access token, dat heeft een, een lifetime. Dat is standaard een uur. En op een gegeven moment na een half uur dan. Uh... Komt daar een refresh token in beeld? En jouw client die gaat gewoon een nieuw token aanvragen aan de hand van het refresh token. En zo gaat dat gewoon ieder uur door, of ieder half uur. En dat betekent dus ook dat, uh, ja, ik, ik, ik stel s ochtends mijn PC aan, ik, uh, ik log in. En dan, dan krijg ik een, een token. Ik kan het pc dus ook gewoon een maand aan laten staan uh, zonder uit te loggen. En iedere keer dan krijg ik dus gewoon een nieuw token en blijft gewoon mijn verbinding openstaan. En token, dat, dat nieuwe access-token wordt automatisch gegenereerd. Net zolang tot ik natuurlijk op een gegeven moment vanuit AD zeg: van uh, Nou, oké, okay, het account is geblokkeerd. Of ik trek het token in, dat kan natuurlijk ook. En dan is het gewoon direct van, pas, boom, kan ik nergens meer bij. Of wanneer ik mijn wachtwoord uh, wijzig, dan gaat er ook een nieuw token gegenereerd worden. Nou, hier zie je dat bijvoorbeeld, dit is uh, dan van, uh, van gisteren. Ja, ik kom uh, één keer binnen, s ochtends in dit geval om kwart over acht. Ik log gewoon in, ik krijg zo'n token. En um, daarmee kan ik, uh, kan ik overal naar binnen toe. Nou, het heeft natuurlijk wat, uh, wat voor- en nadelen. Het is een stuk veiliger. Uh, in die zin dat je hebt een serieus aantal minder geklop aan de voordeur zeg maar. En daarmee ook, is uh, ja, de kans dat het, uh, dat het fout gaat gewoon veel minder. Ik liet natuurlijk straks ook al dat uh, screenshot zien van, uh, van iMac 4 En dat is toch vaak. Een vrij eenvoudige manier, zeker in combinatie met, uh, met zwakke wachtwoorden. Om, uh, om gewoon bij uh, binnen te komen. Ja, en daarmee kan je dus natuurlijk gewoon als je eenmaal die, die binnen bent, ja, dan kan je ook met OA naar binnen. En dan kan je daar vandaan verder gewoon gaan zitten kijken. van uh, Wat de mogelijkheden zijn. Met Modern Authentication heb je natuurlijk dan ook nog Multifactor Authentication, conditional access policies en meer uh, third-party integratie, waardoor je ook minder vaak uh, in te loggen heeft natuurlijk ook wel wat nadelen. Uh, de complexiteit is, uh, is een dingetje. De documentatie laat uh, ook wat te wensen uh, over. Nou, qua eigen clients valt het natuurlijk wel mee. Dat, dat loopt wel door. Maar uh, mijn ervaring tot zover met, uh, met derde partij applicaties, dat is, uh, ja, is, is verdrietig, laat ik het zo zeggen. Uh, dan ben je met een partner bezig die zegt: Ja, we hebben een hartstikke mooie applicatie, SRAD. Nou, dan gaan we dat toch even configureren. Nou, en dan komt er zo'n consultant die heeft natuurlijk onwijs veel verstand van, uh, ja, van, van, van de business, van hun applicatie. Eigenlijk een business applicatie. Ja, dat die daar ook nog iets moet gaan inregelen voor mij. Zodat ik in ieder geval ook met SRAD naar binnen kan. Dat, uh, dat is wel lastig. Dan krijg je dus documentatie van: Ja, uh, dit moet ingeregeld worden. Want ik heb hier bijvoorbeeld een applicatie die doet, doet iets met multifunctionals. En dan moet je, moet je dit instellen, en dan moet je daar uh, rechten gaan zetten, en dat moet je dan toekennen en dat soort dingen. En dan zie je het ernaar te kijken: ja, ik heb toch het idee dat het door een Japanner is geschreven en door Google is vertaald of zo, want ik snap er weinig van. Dus de complexiteit loopt dan vrij snel, uh, vrij snel op. Ja, voor ons als gebruiker is het natuurlijk makkelijk. Ik bedoel, ik, ik kan mijn wachtwoord intoetsen, maar als ik iets met PowerShell-scripts doe, ja, dan wordt het natuurlijk wat, uh, wat lastiger. Want uh, ja, dan, dan zal ik dus iets met, uh, met certificate-based authentication of zo moeten gaan doen. Dus dat, dat, dat maakt het wel lastiger. Nou, hoe ga je nou op een gegeven moment die stap maken om, uh, om naar modern authentication te gaan? Eigenlijk kan ik beter zeggen, ja, hoe kan ik basic authentication uit gaan zetten? Want modern authentication staat natuurlijk al jaren aan. Ja, alleen die oude, oude spullen die zitten natuurlijk wel vaak in de weg. En de eerste stap die je eigenlijk moet doen, is gewoon inventariseren. Wat maakt er nou gebruik van basic authentication in jouw omgeving? En uh, daarvoor kan je eigenlijk het beste gewoon naar, uh, naar de Azure-portal gaan. Nu ga ik even wat spannende dingen doen om. Uh, de Azure Portal tevoorschijn te, te toveren. Maar ik ben hier bijvoorbeeld ingelogd uh, op de Azure AD Portal. Nou, ik ga hier naar Azure AD. Nou, dan kan ik hier nog even naar beneden. Als ik hier bijvoorbeeld kijk naar Enterprise Applications. Dit zijn de applicaties uh, die gekoppeld zijn aan mijn uh, tenant, uh, Azure ID of Azure AD. En dan zie ik hier bijvoorbeeld uh, Google staan. Dat is een applicatie voor, uh, voor mindmaps. Um, als ik dus naar google.it ga op mijn machine hier. Dan zal je natuurlijk zien, of, dan kom ik gewoon daar binnen en pats, boem, ik ben gewoon in één keer ingelost. En dat token wat ik eerder op de dag heb gekregen, wordt gewoon aan uh, Google getoond en uh, poef, ik ben, ik ben dan binnen. Dus dat is natuurlijk wel heel makkelijk. Hier zie je ook trouwens dat ja, al die, die Microsoft dingen natuurlijk ook allemaal los zijn. Die zijn allemaal los, uh, los geconfigureerd. Maar goed, een zijstap. Ik kan hier bijvoorbeeld naar, uh, naar sign-in logs gaan en dan krijg ik gewoon... Ja, alle login pogingen te zien van, van de afgelopen zeven dagen. Hij staat standaard op, uh, op 24 uur, uh, maar ik heb hem even op zeven dagen gezet. En ik kan hier op een gegeven moment filters gaan uh, toepassen. Dus ik kan hier bijvoorbeeld zeggen, nou hoppatee, doe maar even filter op naam. Alles wat met, uh, met Jaap te maken heeft. Nee, wacht even, ik doe Celius. En dan krijg ik dus gewoon te zien wat er allemaal voorbij is gekomen. Nou, dan zie ik hier mijn admin-accounts, mijn eigen accounts. Ik zie hier mijn zoon nog een keer voorbij komen. En ook de verschillende manieren waarop ze binnen zijn gekomen. Dan kan ik verder gaan filteren. En dan kan ik bijvoorbeeld hier zeggen van add filter. En dan client app, apply. En dan kan ik hier gaan kiezen wat voor client ik wil zien. Nou, die eerste twee, browser en mobile apps. Dat zijn uh, modern authentication clients. Maar alle dingen hieronder, legacy authentication clients... Dat zijn dus allemaal clients die dus Basic Authentication gaan. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van nou, ik wil uh, Exchange ActiveSync uh, Basic Authentication monitoren. Dan klik ik op Apply en dan zal je zien, ik krijg natuurlijk niks te zien, want ik heb het dan zelf al, uh, al uitgezet. Maar als ik dan bijvoorbeeld zeg van nou hier mobile apps, dan zie ik dus wat daar allemaal binnen is gekomen aan. Uh, via Modern Authentication. En hiermee heb ik dus wel even uitgefilterd dat, maar bijvoorbeeld mijn ecrad sync, want dat logt natuurlijk ook iedere keer in, voorbij komt. En die persoonlijk vind ik dat het een beetje volspoelt met, met informatie. Maar de eerste stap gaat in ieder geval zijn om hier te kijken, te filteren wat komt er nou allemaal voorbij. En hier zie je dus ook, op een gegeven moment als daar dus waar ook ter wereld natuurlijk uh, ja, gehackt gaat worden, of in ieder geval pogingen ondernomen worden, die gaan hier gewoon voorbij komen. Nog even wat, wat screenshots voor gemaakt. Uh, hier, hier selecteer ik bijvoorbeeld op, uh, op Exchange ActiveSync en, en IMAP. En dan krijg ik dus gewoon een hele lijstje te zien van uh, ja, waar succesvolle of, of, of niet succesvolle pogingen zijn geweest van, uh, uh, om, om in te loggen. En dit, dit zijn wel bewuste locaties. Dus deze locaties die kloppen dan, uh, die kloppen dan weer wel. Um, nou, ik kan daar verder gaan selecteren. Hier kan ik bijvoorbeeld zien van nou, ik heb hier een Exchange Active Sync van een, uh, een Android, uh, een Samsung device. Nou, hij ligt niet hier. Um, ja, wanneer ik daar dan ingelogd heb, waar ik vandaan ben gekomen, maar dit is in ieder geval ook eentje die dus met Basic dit is gewoon de native client die met Basic Authentication binnenkomt. En zo moet je dus je hele organisatie af gaan zoeken om te kijken van, uh, van wat er gebeurt. Nou, hier dan bijvoorbeeld uh, zie ik allemaal failures. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld. Uh, ja, ik liet hem net natuurlijk ook nog zien, maar je ziet hier dat die client app is natuurlijk IMAP 4. Dus hier proberen ze gewoon met een script met IMAP 4 uh, binnen te komen. Nou, dit hebben we al gewoon uh, net zo lang uitzitten kouwen, tot op een gegeven moment duidelijk was van wie nou precies waar uh, IMAP 4 gebruikte. Pop 3 werd in dit geval ook gebruikt. En op een gegeven moment hebben we ook gewoon gezegd van nou weet je. De meeste clients hebben we al gehad. Degene die er nu nog zijn. Dat, dat gaan we wel gewoon zien. We hebben gewoon in de portal gewoon gezegd van. En nu zetten we het gewoon dicht. En uh, ja dat is natuurlijk ook. Hoe doe je dat? Nou je kan het in de, in de, in de portal doen. Maar daar is het dan uh, natuurlijk gewoon tenant breed. Um, je kan natuurlijk ook zeggen. Ik ga het met een uh, authentication policy doen. En dan ga ik nog weer even terug. Hier naartoe. Uh, even. Ja. Admin. Iksoft.com Dat is natuurlijk wel wat netter geweest als ik deze eerder al had opgestart, maar oké. Okay. Ik ga hier naartoe en dan settings. Org settings. Dan scroll ik een beetje naar beneden, en dan zie ik hier Modern Authentication staan. En dan hier aan de rechterkant uh, heb ik in ieder geval Turn on Modern Authentication voor Outlook 2013 en hoger. Oké, okay, dat is aanbevolen. En hier kan ik op een gegeven moment zeggen van um, welke clients uh, wel of, of niet. Binnen mogen komen. Dus op een gegeven moment voor deze kant ook gewoon zeggen: nou weet je, we zijn gewoon zo, deze en deze, die vinken we gewoon uit. En daarmee zetten we dat gewoon dicht. Want hier hadden we eigenlijk best veel last dat daar uh, ja, toch accounts werden gecompromitteerd. En op het moment dat we dit hebben uitgezet, was het ook gewoon meteen over. Zag je ook in de logging gewoon die dingen niet meer terugkomen. En uh, nam ook het aantal succesvolle pogingen gewoon af. Dus dat is wel een, wel een interessant. Uh, een andere optie is natuurlijk om een, een authentication policy aan te maken. Nou, op het moment dat, uh, dat je dat ding in elkaar klikt in, die, uh, in, in de portal, dan zal je ook gewoon zien dat daar een authentication policy al aanwezig is. Ik kan natuurlijk ook zeggen van nou, new authentication policy. En dan uh, geef ik een naam. Uh, basic authentication policy en dan maakt hij gewoon een nieuwe aan. Um, standaard staat alles uit. Ik kan hier nou per protocol gewoon aangeven van uh, ja wat wel of niet basic authentication mag doen. En dan kan ik hier vandaag gewoon zeggen van nou oké, okay, ik heb hier een gebruiker en ik wijs die authentication policy aan die gebruiker toe. En daarmee. Uh, ja, is zo'n is policy actief voor een gebruiker? En betekent dus dat hij of zij uh, alleen nog maar basic authentication uh, kan doen op de manier zoals ik als beheerder dat wil. Dus hier kan ik heel selectief ook dingen mee, uh, mee uit gaan zetten. En uh, dit is dus op gebruikerbasis. En die andere daar aan de rechterkant, dat is een, uh, hoe heet het? nog gewoon uh, ja, tenant breed. Dus gewoon pas boom, in één keer voor iedereen. Ja, en dat wil je niet, want uiteindelijk ga je natuurlijk inventariseren en dan wil je gaan testen. En um, ja, dat kan je in het beste natuurlijk uh, met zo'n policy doen. Dat gaat gewoon hartstikke goed. Hier nog even wat, uh, wat screenshots. Nou, de eerdere authentication policy. Dan hebben we hebben ook nog zoiets als uh, hybrid modern authentication. En hybrid modern authentication bestaat natuurlijk ook al een tijdje. Um, ja, en dat is eigenlijk gewoon de modern authentication, maar dan voor Exchange on-premise. Um, en alleen Exchange. Nou, we hebben uh, voor Exchange 2013 een CU19 uh, en hoger. Er is ook nog zo'n requirement voor 2016. Ik zou niet uit mijn hoofd kunnen zeggen, durven zeggen welke CU dat is, maar. Goede beheerders als we zijn, zijn we natuurlijk toch helemaal up-to-date op CU21. Uh, dus dat moet in principe kunnen. En uh, traditioneel gezien heb je natuurlijk Exchange on-premise. Uh, authenticatie via Basic, NTLM uh, of Kerberos, waarbij Active Directory gewoon de identity provider is. Maar in het geval van hybrid modern authentication wordt Azure Active Directory de identity provider. En gaat het dus gewoon net zo werken als Exchange Online en Azure AD. Dus ook hier. Uh, heb je op een gegeven moment een, uh, twee tokens, een access token en een refresh token, en daarmee kan ik naar mijn exchange gaan. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, dat is hartstikke veilig, daar kan je heel veel dingen mee doen. Uh, het werkt ook al gedeeltelijk als je Teams hebt draaien in een hybride omgeving en uh, je hebt de uh, recente hybrid configuration gedraaid, recent als in uh, minder dan een jaar, anderhalf jaar terug, uh, en weinig uh, foutmeldingen teruggekregen, dan zal je ook zien dat Teams. Uh, voor een gebruiker de agenda kan uitlezen. En gewoon laat zien in de Teams Client. En dat is gewoon in feite Hybrid Modern Authentication. Wat op de achtergrond door die Hybrid Configuration Wizard uh, ja, geconfigureerd wordt. Nou, hoe werkt dat dan? Ik heb uh, een PC, daar staat Outlook op. Die kan intern of, uh, of extern zijn. Die gaat naar Exchange uh, naar toe, die wil naar binnen. En de standaard respons van Exchange gaat dan ook zijn van. Nou, haal maar een token op bij Azure AD. Dus de Client gaat in dit geval naar Azure AD. Um, doet daar een inlogpoging, username, wachtwoord. Uh, misschien een multifactor authentication of nou, wat voor uh, ding je ook hebt uh, geconfigureerd. Azure AD die geeft een access token terug en die Outlook client gaat met dat access token naar de Exchange server toe en kan daar naar binnen. Nou, dit werkt natuurlijk ook met een, uh, een ADFS-ding. Alleen die heb ik in dit plaatje dan niet opgenomen. Maar is, het principe is, uh, is precies hetzelfde, alleen dat token komt dan bij uh, ADFS vandaan. <coughs> Hybrid Modern Authentication is een, uh, een, een setting op, uh, op organisatieniveau. Dus ik zet dat aan of ik zet het uit, en dan is het ook gewoon meteen voor iedereen. En uh, uh, voor iedereen betekent voor iedereen die Wiens account wordt gesynchroniseerd naar Azure Active Directory? Want Azure Active Directory zorgt voor het token. Op het moment dat ik een account heb in Active Directory en dat wordt niet gesynchroniseerd, dan kom ik bij Exchange. Exchange zegt vervolgens: oh, ja, jij moet naar uh, Azure naar AD toe voor een token. Maar ja, daar ken ik het account duur niet, dus kom ik daar helemaal niet binnen. Dus eigenlijk, uh, kort door de bocht, alles moet gesynchroniseerd worden naar Azure AD om die tokens te kunnen krijgen. Daarnaast, Exchange moet volledig en goed geconfigureerd zijn. Dus alle virtual directories, alle authenticatie dingen die moeten goed ingeregeld zijn. En dat betekent dus ook dat uh, OAuth op al jouw virtual directories geconfigureerd moet zijn. En ook bijvoorbeeld op je IES-authenticatie onder water. Outlook Anywhere slikt die niet, dus het is alleen uh, MAPI-HTTP. En ook wel belangrijk is dat je internetconnectivity natuurlijk goed moet zijn. Um, als je natuurlijk één kantoor hebt, dan heb je daar natuurlijk één, uh, één poort naar buiten toe. En dat gaat natuurlijk hartstikke mooi. Maar als je natuurlijk meerdere locaties hebt, en misschien wel in meerdere landen, dan is dat wel een puntje waar je natuurlijk op moet, uh, moet letten. En dan is het natuurlijk bijvoorbeeld ook nog ah, hoe maak ik verbinding met kantoor? Heb ik bijvoorbeeld een VPN of heb ik een split tunnel VPN? Kan ik direct naar buiten? Kunnen bijvoorbeeld mijn, uh, mijn gebruikers op, uh, op kantoor daar ter plekke naar buiten? Dus als ik een, een vestiging heb in São Paulo, bijvoorbeeld, heb ik daar een breakout point. Of loop ik eerst via het hoofdkantoor in, in Amsterdam, ga ik daar naar buiten. En kom ik dus eigenlijk bij SRAD in Amsterdam terecht. Um, als je dat niet goed ingeregeld hebt, dan kan je daar natuurlijk best nare, nare dingen krijgen. Je Virtual uh, Directories die moeten ook geconfigureerd zijn uh, als HTTPS Service Principle Names. Dus SPN's. En dit is ook een ding wat uh, de Hybrid Configuration Wizard configureert. Net als bijvoorbeeld een Evo STS Authentication Provider. En die Hybrid Configuration Wizard die doet eigenlijk al het voorbereidende werk. En je hoeft alleen nog maar te controleren van nou is het allemaal goed gegaan. En daarnaast kan je, daarna kan je zeggen van, nou ik zet dat gewoon aan. Set organization config min... O of two client profile enabled op True. En op dat moment is het gewoon pas boem. De hele organisatie die naar Exchange wil, wordt geredirect naar uh, Azure AD om daar een token te kunnen opvragen. Nou, als ik bijvoorbeeld kijk even uh, een paar bullets terug. Hier heb je dan die SPN's die, uh, die geconfigureerd zijn. Dus je ziet hier bijvoorbeeld, uh, ja, mijn webmail ProExchange admin, de proexchangeadmin.com. Uh, de Auto Discover Pro admin, dus alle. Um, dingen die ook als uh, virtual, virtual Directory zijn geconfigureerd, staan ook als SPN geconfigureerd. Nou, hoe zie ik dan op een gegeven moment van, uh, of mijn client wel of niet uh, verbindt met, uh, met de Exchange server uh, op basis van uh, HMA? Als ik dan die uh, connection status ga opvragen dan in plaats van uh, negotiate, zie ik hier dan op een gegeven moment bearer staan. Dat betekent dus dat hij met zo'n bearer token werkt en dat hij dus volledig token gebaseerd is. Um. Nou, dit, dit moet je vooral proberen in eerste instantie in, uh, in je testomgeving om te kijken van nou, wat komt er allemaal bij kijken? Want je moet dit serieus testen, want mijn ervaring is inmiddels wel dat... Uh, ja, voor een IT-afdeling werkt het prima. Maar voor heel veel andere gebruiks komen er toch wat, wat dingen om de hoek kijken die wat minder uh, werken, zoals verwacht. Zoals bijvoorbeeld ja, niet alle clients die bijvoorbeeld bij Azure AD kunnen. En dat kunnen clients zijn omdat ze geen internet connectivity hebben. Maar dat kunnen ook clients zijn die bijvoorbeeld niet gesynchroniseerd worden. Applicaties, multifunctional devices, ja, die ondersteunen lang niet altijd hybrid modern authentication. En op het moment dat je dat uh, bij de hand hebt, ja, dan is het gewoon meteen bekeken. Het is alles of niets. En als je dus uh, applicaties hebt die het niet doen, ja, dan houdt dit natuurlijk ook op. We praten hier ook alleen, of Microsoft praat alleen over Outlook. En dat werkt natuurlijk prachtig. Maar OWA en ECP. Die doen dit dus gewoon niet en dan moet je dus een app proxy gaan configureren in Azure AD, waarmee je dat dan toch weer voor elkaar krijgt, dat je het toch weer met OWA naar binnen kan krijgen. URL settings uh, of uh, authentication URI's die niet goed staan, SPN's die uiteindelijk niet goed blijken, omdat er een name mismatch is tussen een virtual directory en, um, en een, een SPN bijvoorbeeld. SSL offloading komt het niet heel vaak meer tegen. Maar um, het werkt gewoon niet met HMA. Omdat HMA er gewoon vanuit gaat dat alles encrypt is. Uh, dus op het moment dat er een request binnenkomt op port 8, dan is het meteen hoppatee invalid en dan, uh, dan is, het, uh, is het gewoon over. Op het moment dat je een password change hebt, dan, uh, ja, dan ga je ook nieuwe tokens krijgen. En daar wil ook nog wel eens een keer wat, uh, wat geoude hoeren ontstaan dat hij het even niet, uh, niet wil doen. Nou, als je een aantal van die dingen hebt, dan is het ook weer uh, set-organization config. Ik zet hem op false en op dat moment uh, gaan dus de gebruikers weer op een normale manier uh, naar binnen kunnen. Het is wel zo dat het wel even kan duren voordat een en ander uh, actief is. Bijvoorbeeld net wat ik ook liet zien met die authentication policy. Um, ja, ik kan hem aanmaken, maar voordat hij al goed en wel uh, actief is, dan kan je zomaar een uur verder zijn natuurlijk. Dus hier moet je wel heel erg voorzichtig zijn en je moet heel erg zeker van je zaak zijn, wil je hieraan gaan beginnen. Het is wel een dingetje. Nou, als we nou even, even samenvatten. Ja, in oktober 2020, volgend jaar, gaat Basic Authentication in Office 365 definitief uit. Microsoft die, die loopt het al een aantal jaren te verkondigen. Het is van vertraging vanwege de corona natuurlijk ontstaan. Maar ze gaan dit ook definitief doen. Nou, oude clients vallen natuurlijk sowieso al uit. Maar ze zijn er ook al mee bezig. Want voor nieuwe tenants bijvoorbeeld staat basic authentication gewoon geen eens aan. Je kan het nog wel aanzetten, maar standaard staat het niet aan. Als jouw tenant sowieso al geen gebruik meer maakt van, van basic authentication. Dan wordt het vanzelf uitgeschakeld. Of dan is het al uitgeschakeld, zoals in, in mijn geval. Dus dan krijg je gewoon een mailtje van het Message Center. En joh, wij hebben gezien dat, uh, hoe heet het, dat, dat dat niet gebruikt wordt. Dus wij gaan dat gewoon afschakelen. Begin 2022, dus uh, over een maandje of drie, dan gaan ze ook random basic authentication uitschakelen in. Tenants. Dus ze pakken gewoon random tenants en dan gaan ze dat uitschakelen voor een periode van tussen de 12 en de 48 uur om te kijken wat er gebeurt. Uh, dus als dat toevallig bij jouw tenant gebeurt, uh, dan moet je er wel even op bedacht zijn, want het kan zomaar zijn dat je dus clients hebt die daar last van gaan krijgen. Het is wel zo dat uh, ja, na 12 tot 48 uur Microsoft automatisch wel weer enabled. Maar goed, een gewaarschuwd mens stelt voor twee, dus als je dat bij de hand hebt. Um, je kan het als admin natuurlijk ook zelf uh, aanzetten. Maar daar wordt wel aan gesleuteld. Microsoft zegt ook van: het gaat ook gewoon definitief uit. Ja, ik weet, ik weet niet wat ik daar nou van moet vinden. Of het nou echt definitief is of toch niet zo definitief. Maar ga er maar gewoon vanuit: het gaat gewoon een keer uit. En um, je kan beter te vroeg actie ondernemen dan te laat. Want ja, als het gebeurt, dan, uh, dan ben je, kan je natuurlijk het haastje zijn. Op zich is Modern Authentication natuurlijk niet heel moeilijk, maar potentieel betekent het natuurlijk wel kan daar veel werk uit voortkomen. Met name daar waar het clients en applicaties betreft. Nou, hybrid Modern Authentication, ik had het net al even Het is eigenlijk Modern Authentication on-premise met alle voordelen van dien, met name op het gebied van security. Maar het levert wel extra complexiteit op. En dan met name rondom ja, applicaties die bijvoorbeeld niet om mee overweg kunnen gaan. Is natuurlijk wel een puntje. En het is organisatiebreed. Ik kan niet op gebruikersniveau zeggen van nou, jij kan het wel, jij kan het niet. Dus ja, het is gewoon alles of niets. En als je hiermee aan de slag wil, zit het wat mij betreft wel in de categorie bezint eer je begint. Ik heb weinig mensen gezien die hier al mee aan de slag zijn gegaan. Ook al bestaat het al een, al een tijd. Zo dus af en toe zie ik wel eens wat vragen voorbij komen, maar ja, niet serieus. Dus ja, bezint eer begint. Nou, dan heb ik hier nog een aantal uh, dingen van, van extra informatie. Ik weet eigenlijk niet of uh, ja, de PowerPoint ook beschikbaar gesteld wordt. Maar in ieder geval een aantal links ook richting uh, Microsoft. En dan heb ik hier ook nog eentje van, uh, van Tony Redmond over Office 365, IT Pro's over uh, ja, SMTP, Authentication. Dus dat zijn interessante dingen om, uh, om eens na te kijken. Nou, inmiddels is het bijna drie kwartier uh, voorbij. Dan klik ik nog even terug naar ja, de mensen van Hopperdé. Kijken of er nog vragen zijn. Even zien. Ja, ja, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Super. Uh, we hebben nog één vraag binnengekregen. Die ja. ga ik je even vertellen. Dat is: uh, Als ik in Microsoft 365 uh, MFA aanzet, krijg ik bij sommige gebruikers en op devices de, de vage foutmelding uh, C 00070057. Heeft het ook met de Basic Authentication te maken? Zo ja, hoe los ik dit op zonder de MFA uit te zetten? Lange vraag. Ja. Uh, basic authentication en MFA is uh, sowieso een, uh, een no-go. Dus je, je zal altijd iets met, met modern authentication moeten doen. En voor nieuwe clients is het natuurlijk geen probleem. Uh, Outlook 2010 kan je met zo'n zo code, ik ben de naam even kwijt, uh, zo'n authenticatiestring kunnen doen. Maar de code zelf zegt me zo niks. Uh, dus misschien makkelijker als. Uh, de vrager mij gewoon even een, een mailtje stuurt op uh, japedwesselius.info. En dan, dan kan ik eens kijken van uh, waar het vandaan komt. Want alleen gebaseerd op zo'n nummer, En, en dan moet ik echt wat meer achtergrond uh, info hebben. Het zou kunnen dat het iets met uh, basic authentication te maken heeft. maar ik vermoed het niet. Super, ik zet jouw mailadres nog even in de chat. Dan kunnen mensen die gebruiken als ze nog eventueel een andere vraag hebben. Wel heel gevaarlijk, maar oké. Okay. Voor <laughs> deze keer. Verder geen vragen meer? Nee, nee geen vragen. Nou, volgende keer nee. willen we nog wat vertellen over, uh, over Azure en, uh, en Azure AD. Um, dat ga ik zelf niet doen. Daar heb ik een andere spreker voor geritseld. Ik ga nog niet zeggen uh, wie dat is, maar dat zien jullie vanzelf op, uh, op LinkedIn voorbij komen. Dus uh, dat komt helemaal goed. In ieder geval bedankt voor de aandacht en uh, tot de volgende keer.